Ik werk voor de Nederlandse Cosmetica Vereniging en ik ben eindverantwoordelijk voor het jaarverslag. En een belangrijk onderdeel van het jaarverslag zijn de marktontwikkelingen in het afgelopen jaar. De omzetontwikkeling in het drogisterij, parfumerie en supermarktkanaal ligt onder druk. Dit heeft met name te maken met de enorme promotiedruk die zelfs het afgelopen jaar weer is toegenomen. En we zien dat bijvoorbeeld in een categorie als haarverzorging al meer dan 60% in promotie verkocht wordt. Maar wat je ook ziet toenemen is de, wat wij dan zeggen, diepe promoties. Dat zijn bijvoorbeeld de 1+1 aanbiedingen en dat drukt de omzetontwikkeling. Je zult dus als industrie moeten zorgen dat je weer terugkomt in een groeiscenario. Ja, wij geloven er dus in dat het daarbij heel belangrijk is om je te targeten en ook goed te kijken dan van oké, hoe bereik ik ze dan? Weet je wel, wat moet ik dan specifiek aan strategie inzetten om die mensen zo goed mogelijk te bedienen? Als we kijken naar de persoonlijke verzorgingsmarkt, dan zie ik een enorme groeikans in de leeftijdsgroep van 50+. 50+ is een zeer kapitaalkrachtige groep. Dat betekent dat ze met veel zijn en relatief veel uitgeven. Als je realiseert dat deze groep in aantal zal toenemen de komende jaren, dan kunnen we ons allemaal realiseren dat het een enorme groeikans is voor de persoonlijke verzorgingsmarkt. Nou, als wij als NCV naar de marktontwikkelingen kijken, dan valt ons op dat de groei wel er is in het online kanaal. Dus via e-commerce zien we een enorme groei. Ook voor mannen wordt er speciale cosmetica producten op de markt gebracht. We zien daar het afgelopen jaar helaas geen echte groei. De markt staat onder druk, maar de herengeuren maken vooral ook online een positieve ontwikkeling door. Als je kijkt naar de ontwikkeling in de Nederlandse markt van de selectieve parfumerie, dan zien we een zeer positieve ontwikkeling in 2017 in alle categorieën. Enige tijd geleden dat we groei hebben gezien in alle drie de categorieën. Dat is zowel in de winkels als zien we een sterke toename in online. De groei is rond de 30-35%. Dat is ongeveer hetzelfde over alle categorieën. Ondanks de toegenomen promotiedruk heeft de markt voor cosmetica toch een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Dat heeft met name te maken met de toename van de online verkopen. En een aantal trends spelen hierbij een grote rol. Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de Nederlandse markt, dan kunt u dat nalezen in het NCV Jaarverslag 2017.